Ik ga hier even bewijzen in dit arboretum dat keizer Wilhelm er niet in geslaagd is om doornbomen vrij te maken. Hoi. Hi. Henk Westbroek, hi, mag ik het even Wil zo je doen? Schrijf, ja hoor, geen probleem. Jij bent directeur van dit arboretum. Ja. Wat is dat, een arboretum? Een arboretum is een speciale verzameling bomen gericht op zoveel mogelijk verschillende soorten. En waar mag ik dan aan denken? Nou, dan moet je denken om aan ons klimaat natuurlijk aangepast te zijn aan bomen uit China, van vergelijkbare klimaatregio's, Noord-Amerika en voor een deel ook van het zuidelijk halfrond. Het is een collectie, dus een collectie moet kunnen groeien, je moet erin kunnen snijden, je moet bij kunnen planten. Dus jullie hakken ook wel eens? Ja, we laten niet alles zomaar. Heeft de keizer Wilhelm nog geprobeerd hier wat boompjes te hakken? Nee, ik ben bang dat de keizer toch gevangen zat op zijn eigen Duitse stukje grond. En hoewel dat in Doorn lag, mocht hij daar niet buiten komen. Dus dat had geen boom meer over gehad. Dan hadden we hier waarschijnlijk geen arboretum meer gehad. Nee, want die was nogal hakkerig, ja. Mag ik heel even stoppen? Ja, zeker. Dit is zo'n apenboom, hè? Dit is een apenboom, de apenpuzzel, ja. Ik vind dit eerlijk gezegd de lelijkste boom die God ooit geschapen heeft. Ja. Selecteren jullie nog op schoonheid? Nee, of? Nee, natuurlijk niet. Het gaat hier niet om de esthetiek van de soorten zelf. Ja, ja. Wat wel interessant is dat het een boom is, en daarom kijken wij er speciaal naar. Hij heeft een opbouw die in de alleroudste coniferen op aarde, en dan praten we over zo'n 180 miljoen jaar geleden, ook al zo eruit zagen. Dus dit is een boom die een heel oud, eigenlijk een blikje geeft in 180 miljoen jaar evolutie van coniferen. Trees up in the air, they sit and stare, they just don't care about the things going. Nou, hier moeten we even denk ik apart kijken. Wat is dat? Dit is een mammoetboom. Dit is natuurlijk voor onze begrippen al een flinke boom. Hij zit al dik in de 30 meter. Maar voor begrippen van deze soort is het een dwergje. Hij kan nog 2-3 keer zo hoog worden als dit. We weten ook niet of ze in Europa ooit zo hoog zullen worden. Waarom niet? Nou, het probleem is namelijk zo'n boom om zijn voedsel uit de grond helemaal bovenin te krijgen, heeft hij bovenin mechanismes nodig die als het ware zuigen kunnen. Precies, ja. Een soort vacuüm zuigen. Ja. Dus als die top van die boom niet kerngezond is, dan gaat dat niet meer lukken. En het probleem is nou een beetje dat we niet precies weten in Europa tot welke hoogte dat klimaat, zeg maar, daarboven voldoende geschikt is voor die kroon van die boom. Trees, I don't know why, they're just up high in the laughing sky. They never see. We gaan nu even één hele gekke boom misschien toch even apart nog even bekijken. Ja. Hier links of rechts voor ons. Ja. Kijk, die struik die je daar ziet, dat is een kastanje. Ah, dat meen je niet. Ja. Zoals bij heel veel groepen bomen zit er in zo'n verwantschapsgroep bijna altijd eentje die anders doet dan de rest. En die wil dan geen boom worden, maar die wordt struik. En zitten daar eetbare kastanjes aan of oneetbare kastanjes? Nee, oneetbare. Hij hoort bij de paardenkastanje en die zijn oneetbaar. Hij hoort dus niet bij de tamme kastanje, dat is een andere familie. Ja, die vind ik namelijk het lekkerst. Ja, dat begrijp ik. En die is verwant met de beuk. Ja, je moet het me niet te moeilijk maken. Nee, is een tamme kastanje eigenlijk geen kastanje, maar een beuk? Precies, het is eigenlijk een hele bijzondere beuk, ja zo zou je het kunnen zeggen. Daarom is je ook eetbaar, net zoals een beukennootje eetbaar is. Ja, natuurlijk. Precies. En als je een beukennootje en een tamme kastanje is eigenlijk gewoon broer en familie, broer en zus. Er staan hier 15.000 bomen, maar één ervan moet jouw lievelingsboom zijn. Ja, en dan hebben we het in ieder geval voor dit arboretum over de zogenaamde hemlock spar. En daarvan hebben we in dit arboretum enorme grote exemplaren staan. En dat is des te verbazender, omdat die bomen lang niet overal zo makkelijk groeien in Europa. Het is een Noord-Amerikaans en Chinees soortengroep. Ja. En hier in het arboretum, daar staan een aantal bijzonder grote. En die zijn ook internationaal beroemd, omdat mensen die specifiek bomen onderzoeken en zich ermee bezighouden, die heten dendrologen, mooi woord.
En die komen speciaal naar dit arboretum om die groep van die hemlocksparren te zien. Oh. En daar gaan we nu naartoe rijden. Oh, wat gebeurt er nou? Er gaat een band lek, denk ik. Of niet? Lekker band. Ja, dat kan ook gebeuren. Nou, hier staan we dan. Als ik hier nou eens zou willen lopen, en dat moet wel als de band lek is, mag ik dan mijn hond meenemen? Ja, dat mag. Ja, ja. Mag mijn hond dan ook tegen de bomen plassen? Laat ik het zo zeggen, liever niet. Maar ja, als je een hond aangeleid meeneemt, dan denk ik toch dat we niet kunnen voorkomen dat je ze nu dan een boompje uitkiest. En komen dus mensen hier ook gezellig met de hondjes van? Ja, ja, ja. A tree that looks at God all day. Nou, hier gaan we de hemlocksparrengroep in. En kijk maar eens naar de enorme omvang van die stammen. En hier, deze, dit is een heel mooi exemplaar daar. Ja. Daar zie je ook dat hij nog tot onderaan helemaal in de takken en de naalden zit. Hier is een tak over de grond gegaan en die is gewoon weer geworteld en die begint een eigen nieuwe boom. Oh, wat prachtig. En dat kennen we natuurlijk van tuinplanten nog wel eens, hè? Die kruipen weg. Maar dat bomen dat kunnen, dat realiseert niet iedereen zich. Mag ik je hartelijk danken voor deze korte rondleiding. Graag gedaan.